Hey, ik heb vandaag voor jullie weer een nieuwe DIY en dat is, ik ga mijn eigen glow in the dark naaglak maken. En hoe doe je dat? Dat kun je met twee dingetjes doen, of twee producten kun je dat doen. Met glow in the dark sticks. Deze kun je, dat zijn van die sticks die kun je breken. Zit er hier geen meer in, ik heb ze nodig. Dus dan kun je breken en dan geeft die licht in het donker. Dus deze. En je kunt ervoor gebruiken deze markeerstiften. Nu ga ik het laten zien wat het verschil geeft tussen deze en tussen deze. Dus dat ga ik je laten zien. Wat heb je nodig voor glow in the dark nagellak te maken? Glow sticks. Ik heb deze van de Action gehaald. Ik heb er hier 4 liggen. Groen, geel, roze, rood en oranje. Deze ga ik gebruiken voor op mijn nagels. Een wit velletje papier met eronder een krant, want het kan doorlekken. Een extra kwastje, en anders kun je je eigen kwastjes gebruiken. Een schaar. Topcoat. Deze komt ook van de Action. Of gewoon doorzichtige nagellak, zoals je het normaal noemt. En deze sticks. Deze markeersticks. Dit hoeft niet per se, maar dit kan wel. Nu ga ik laten zien hoe je glow in the dark nagellak kunt maken. Ik ga beginnen met deze doorzichtige nagellak of topcoat aan te brengen op mijn nagels voor bescherming. Want de glowstick is niet gevaarlijk als je dat opdoet. Maar gewoon voor de veiligheid en voor de bescherming is het verstandig om eerst een doorzichtige nagellak op alle nagels aan te brengen. Dat ga ik als eerste doen. Ook is het verstandig om deze glowsticks, als je op je nagel doet, doe het voor een avondje. Als je een avondje uit gaat of zo, of naar een feest toe gaat, doe het voor één avondje. Laat dit geen dagen of weken zitten. Dat is niet verstandig. Maar voor een keer te proberen is dit heel leuk. Mijn nagels zijn droog. Ik ga nu beginnen met groen. Ik ga deze buigen, zodat deze licht begint te geven. Dat kun je niet helemaal zien in het, hier in het licht, zeg maar. Het is daglicht nu. En deze ga je heel zachtjes deze kapot knippen. Let op, hou er iets onder, zodat niet de tafel vies wordt. Hier knip je gewoon een klein puntje vanaf. En zoals je al kunt zien, is er al een klein beetje spul. Komt er op het doekje of een blaadje. Je hoeft hier echt niet veel van te hebben, gewoon maar een klein beetje. Pak nu je groene nagellak. En dit doe je een beetje daarnaast. Nu pak ik mijn kwastje die ik over heb van een ander nagellakje. Die doe ik een beetje hierin. En die doe ik een beetje in de glow nagellak soppen. En dit breng ik aan op mijn pink. Op deze hand heb ik de glowsticks opgezet. Of erop gekregen met de nagellak. En nu ga ik aan de andere hand doe ik je laten zien hoe je daar met deze stiften kan. Ik heb het erop zitten. Ik heb nou van de sticks en van de glow sticks. En nu ga ik het verschil te zien wat het eigenlijk met wat het doet. Ik heb het zowel met de glow sticks als met de stiften gedaan. Met de kleurenstiften. En ik weet niet of je het zo kunt zien. Met de kleurenstiften in het donker heb je kunnen zien. Dan werkt het niet zo goed. Alleen de middelste heeft een klein beetje gedaan. Deze stiften is het leuk om te proberen. Maar ze doen het niet echt. Misschien moet ik wel betere stiften gaan halen. Ik weet het niet. Maar met deze stiften doen ze het niet echt. Heb je niet echt de glow in the dark. En met de sticks, deze, heb je wel glow in the dark. Je moet er maar wel uitkiezen welke sticks je pakt. Want niet alle sticks werken hiermee. Dus, dit is zeker een keer leuk om te proberen. En nee, dit is niet giftig en niet gevaarlijk. Zolang je er maar topcoat om doet. Of zo'n glansje wat ik gedaan heb. Is het niet giftig. Doe je nou gewoon zo op je nagels? Ja, dan kan het zo zijn dat je het er niet zo makkelijk mee afkrijgt. Maar dan pak je gewoon een nagellak remover en het gaat er gewoon makkelijk vanaf. Dat heb ik net zelf ook gedaan en het ging er gewoon makkelijk vanaf. Dus geen paniek als het er niet vanaf gaat. Nagellak remover helpt. Ik hoop dat je deze DIY leuk vond. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder op mijn YouTube kanaal. En volg me zeker op Instagram. Komt hieronder te staan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik jullie tot de volgende keer. Doei!